Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben even lekker thee aan het zetten. Ik ga zo even douchen. Ik heb straks een meeting samen met Tessie via Zoom. Dat heb ik echt nog nooit gedaan. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat allemaal gaat. En daarna... Oh ja, daarna heb ik opnames met Nessie. Moeten we richting Hilversum volgens mij. Oké, ik ga even heel snel douchen. En mijn haren wassen, dat is echt zwaar nodig. En dan ga ik me even omkleden, opmaken. Nessie is inmiddels thuis. Hij heeft lekker ontbijt voor ons mee. Ik heb hier weer koolhydraatarm brood. We gaan even tosti's maken voor mij zonder kaas. Voor Nessie met mozzarella en pesto erbij. En lekker kipfilet. Lekker hoor, Ness. Lekker hoor, Ness. En hou je van mij deze ochtend? Ja. Goed. Deze ochtend wel. Deze ochtend. 1 of 2? Ja. Doe maar voor de zekerheid 2. Dan moet ik er eentje bij maken. Ik heb honger, eigenlijk. Maar niet te veel pesto hoor. Zeg maar die goede laag. Is het knoflook trouwens, dat witte? Nee, toch? Dat weet ik niet. Nee, in pesto zit noten. Nu in het tosti-apparaat. Zijn broodjes hoor. Voor hem doet hij extra speciaal. Nu doet hij opeens tomaat erin. Nee, ik wil geen tomaat erin, erbij. Oké. Oh yes! Oh my god, dit ziet er goed uit joh. Lekker. Kijk, deze tosti. Je moet hem niet lager zetten hoor. Jongens, het is jullie. En je hebt gewoon een kerstbal gevonden. Van waar haal jij deze allemaal? Ik heb lekker gegeten, ik heb mijn haar gedaan. Dat zien jullie nu even niet, want ik heb het even vast gedaan. En ik ga nu even snel mijn make-up doen. Zo, inmiddels omgekleed en klaargemaakt. We hebben zo even een Zoom-meeting. En daarna gaan we dus richting Hilversum, hè, vandaag, Nes. Ja. Hebben dus opnames. En ik heb deze trui al 2 dagen terug aangehad. Maar hij is echt zo fijn. Ik vind deze, heel deze kleur echt heel erg mooi voor op camera. Dus ik denk dat ik deze gewoon aangehouden met de opnames. Dus vandaar dat ik hem weer even aan heb. Yes! I am ready. Nou, daar gaan we dan hoor, Nes. Spannend hoor. Oh, kijk hem wat hij allemaal opzoekt. Vastgoed, summer house. Dat je met de exclusie. Appartement. Ik ga wel stuk om jou. Dus laatst net voor de opnames achter dat we nog 2 extra setjes mee moeten nemen. Dus die zitten nu hierin. Hallo jongens, daar zitten we dan in de auto onderweg naar Hilversum voor opnames. Ik heb nog niet eens verteld wat voor opnames, maar ik denk dat jullie het misschien wel kennen, hè? Ik heb al even publiek gekend. Het is van 538 en het heet Lovers or Haters. En dan hebben ze dus een bepaald onderwerp en dan heb je van die bordje van lover of hater. Dan moet je elke keer aangeven of je lover of hater bent. En why? Maar we weten dus helemaal niet waar het over gaat. Vandaag zijn wij een duo. Ja. Yay. Wij zijn een duo. Ik weet niet waar het over gaat. We hebben helemaal niet van tevoren onderwerpen doorgekregen. Wat dan ook. Dus we zien het wel. Ik ben vooral benieuwd wat jij allemaal gaat zeggen. Ik vind het leuk. Ik kom wel van die stomme opmerkingen als het allemaal zo spontaan moet, toch? Dat is zo droog. Ja, vooral als ik er niet over hoef na te denken. Nee, ja. Jullie zien het vast wel voorbij komen, maar ik vind het wel leuk. Ik hoop ook dat we het een paar keer oneens met elkaar zijn. Dat zijn we bijna altijd. Wauw, zeg. Jawel, ik heb net een filmpje gekeken. En als het om dat soort onderwerpen gaat, dan is het wel altijd van... Ja, oké. Toch? Nou, we gaan het zien, toch? Maar, voor we dat gaan doen... We gaan koffie halen. Want? Want we kunnen geen beslissing maken zonder koffie. Ja, welke beslissing? Want we gaan in. Na de opnames. Dus we dan daar op zoek gewoon. Daar denken we al over na. Ze hebben echt heel veel Afghaans en dat soort dingen in Hilversum, zie ik. Indisch, Indonesisch. Jongens, het verschil tussen een drankje moet er zijn. Want dit is mijn cappuccino en jij? Proost, hè, schat. Proost, hè, schat. Nou, jongens, daar zijn we dan. Zie de lampjes en zo? Wij moeten nu omkleden. Gaat goed, hè? Was wel leuk. Gezellig. Kijk, zoals ze hier hebben. Cola Zero Vanille. Die ga ik zo pakken. Nou, jongens. Tweede outfit. Ik heb het echt heel snel gepakt toen ik wegging. Heb je het warm? Nee. Truitje van Naked en broek van Bershka. Nou jongens, wij hebben net opnames gehad. Ja, leuk? We zijn net klaar. Was echt heel leuk. Ja toch? En hier zaten we dan. Gingen we gewoon een beetje onze mening geven over shit. Zo jongens. Zo. Wij gaan lekker eten zoeken. Want wij hebben honger. Dat was echt leuk. We hebben even opgenomen. Team was leuk.
en goede vibes. Good vibes only. Soms een beetje rare onderwerpen voor ons. Ja, gewoon ja, best wel normaal onderwerp. Soms niet echt Mirjam en Nessie onderwerpen. Dat zijn jullie niet van ons gewend, maar ik ga er niet veel voor zeggen. Maar we hebben overal wel een beetje antwoord op gegeven. We dachten van, ze vragen soms wat ervoor van, wil je hier niet over praten, bla bla bla. Normaal gesproken zeggen we nou, dit niet, dat niet, dat niet. Maar dit keer dachten we, fuck it. We zijn volwassen, we zijn getrouwd, we mogen overal over praten. Of niet, Nessie? Je hebt helemaal gelijk. Yes, ma'assalama. Ik vind het oprecht. Nou jongens, we zijn bij een Afghaanse restaurant terechtgekomen. Gezellig hoor. We hebben lekker een theetje. Guys, het is weer zover. Deze meid is weer ziek. Je bent nog niet ziek. Je hebt keelpijn. Ik kan aanvoelen wanneer ik ziek word. Horen jullie dit? Ik heb heel erg keelpijn en heel veel slijm. Dit is het begin van mijn keelpijn altijd. Maar ik denk dus dat ik een beetje ziek ben geworden door airco. Laatste mijn eigen auto had ik een beetje te hard gezet. Maar altijd als ik zeg dat ik wat heb, ik zei dus tegen Leslie, ik ben ziek, ik voel gewoon aan mijn keel. Dat het straks gewoon helemaal kut gaat. Zegt hij tegen mij. Ik ook. Maar jij kan gewoon normaal praten. Ik heb ook keelpijn. Ja. Wat is dat voor een neppe lach? Jemig. Ik kan niet eens meer lachen, hè. Zo erg is het. Oh, Mimi. Wat wil je eten dan? We hebben toch al geen? Ja, maar je wilt toch iets zoets? Ja, eigenlijk wel. Wil je glutenvrije koekjes? Ik denk dat ik gewoon voor donuts ga vandaag. Oeh! Donut girl! Een cakejes. Heftig. Cakeje. Cake. Oh, taart. Oh, taart. Wat je nou? Ja, ook een warme cola. Je hebt cappuccino erbij. Starbucks. Oh ja. Oh, Starbucks met de banana cake. Yes. Yes. ASMR vlog. Ja, morgen als ik morgen mijn vlog open zo, dan gaat het niet goed. Ja, dat is een stuk om jou. En weet je wat grappig is nu? Het is nu 7:58. Mijn vlog is al 2 minuten online. Yes. Ik hoop dat jullie die leuk vinden. Zullen we uitstappen? Ik kan bijna niet praten. Wat is het? Dat heb je mij heel geëxposed. Ja? Jezus. Ja, neem maar op, neem maar op. Oh, ja. Yes. Enjoy. Lekker? Chillen. Are you a collector? What? The captives of the cosmic parade that didn't freeze, land of the golden giants that got them all. What are you talking about? Here I am. Me? Ik ben een lekker broodje aan het maken. Met pesto en kip. Ik lig weer in bed. Ik heb echt pijn. Ik ben even stil aan te denken. Ik probeer echt te praten, sorry. Maar ik denk dat ik morgen even niet ga vloggen. Jullie hebben daar geen last van, want
Ik loop een week vooruit. Dus dan loop ik vanaf morgen 6 dagen vooruit in plaats van een week. En dat maakt niet uit. En dan ga ik daarna even een dag een extra video doen of zo. Want ik zag ook in de comments dat jullie daarna vroegen. Maar dat gaat me echt niet worden. Ik ga morgen even een pauze nemen van vloggen. En dan ga ik even... En dan ga ik even allemaal administratie doen. En daar heb ik mijn stem niet bij nodig. En ik ga even een paar opdrachten uitvoeren voor mijn samenwerkingen. Want daar loop ik wel echt op achter. Ik heb een pakketje ontvangen voor een samenwerking. Die ligt bij de buren al bijna 2 weken. En elke keer als ik naartoe ga, zijn ze weer niet thuis. Dus dat moet ik even fixen. Ik moet nog iets opnemen voor een samenwerking. En gelukkig heb ik daar ook mijn stem niet bij nodig. Het zijn echt foto's en video's zonder, zeg maar, dat ik hoef te praten. En ik ga mijn boekhouding morgen ook even doen. Dan heb ik alles op orde. Oh, mijn liefje. Oh, mijn liefje. Kom maar naar me toe. Dan heb ik het alles op orde. En dan ga ik morgen gewoon echt even... ga ik morgen echt even lekker thuis blijven. Ik weet niet waarom, maar ik heb elke keer weer een andere klacht. De ene keer heb ik... koppijn. En toen had ik vorige week zo erg buikgriep. En nu heb ik weer keelpijn. Dat mijn immuunsysteem ook niet echt helemaal oké is op dit moment. Dus even voor mezelf zorgen. Morgen even gembershotjes halen. En even achterover knallen. En dan heel snel weer beter worden. En dan weer lekker weer vloggen. Maar even voor morgen 1 dag niet. Het is zo scherp, zeg maar, mijn keel. Als ik praat heb ik gewoon echt pijn. Dus ja, ik ga de vlog hierbij afsluiten. Ik hoop dat jullie het alsnog wel een leuke vlog vinden. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer.